Somebody to Love. En dat hebben we natuurlijk allemaal nodig. En nou het nummer nog van de Blues Brothers. Ik vind het altijd nog de beste muziekfilm die ooit is uitgebracht. En laat heel eerlijk zijn, everybody needs somebody, kan ik wel zeggen. En kijk eens even aan, de tafel is heerlijk gevuld met allerlei gasten. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. En een van de gasten, jawel, die hebben we hier, Richard Veenstra. Goeiedag. Goeiedag. Kerel, wat brengt je hier? Ja, voor een goed doel, hè? Voor een goed doel, hè? Ja. Ja, want ik zag al wat staan, namelijk een shirt. Wat kun je erover vertellen? Ja, die heb ik gedragen met Lakeside vorig jaar. En die ga je ter beschikking stellen? Die ga ik ter beschikking stellen, ja, voor de voedselbank. Ja, ja, kijk eens aan. En de mensen die kunnen daar op bieden natuurlijk. Dat zal ongetwijfeld en zal nog uitgelegd gaan worden. Maar wat dacht je? Is gewoon een goed idee. Ik ga mijn shirt ter beschikking stellen. Oh ja, daar hoef je niet over te twijfelen, hoor. Nee. Vertel eens eventjes, wat ga je verder nog doen dit jaar? Komt er dit jaar nog wat? Nee, dat is net van het weekend geweest. Net dat geweest, hè? De Darts Masters. Ja. En daar verloor ik de finale van de wereldkampioen. Nou ja, kwam nog 3-1 voor, maar toen was hij leeg. Ja. Maar is hij dan echt leeg? Of, nou, ik ging iets minder spelen na 3-1. En hij gooide iets van 100 gemiddeld over 8 sets. Ja. Dus dan moet je wel wat weten om van hem te winnen. Ja. Ik kan me voorstellen, ik vind het zelf ontzettend knap dat jullie inderdaad precies weten waar je moet gooien. Kan je ook heel snel rekenen? Ja, op een gegeven moment wordt dat een beetje een automatisme. Dus ja, dan op een gegeven moment dan, weet je wat je moet doen. En, ja. Maar had je goed cijfer op rekenen vroeger? Of, ja, wiskunde was wel een goed vak voor mij. Ja. Ja, ik vind het onvoorstelbaar, hoor. Eerlijk is eerlijk, want dan denk ik bij mezelf, wat zouden ze nou moeten uitgooien? En ja, het staat er al en die jongen, nou, jullie hebben natuurlijk geen hulpjes bij. Dat moet je zelf allemaal berekenen, neem ik aan. Ja, je hebt af en toe de scheids die je kan vragen, maar nee, voor de rest allemaal zelf. Zou ik net zeggen, ik zie je weinig vragen bij de scheids. Nee. Dus wat dat betreft dan vind ik het heel knap. Oefen je nou ook heel veel thuis? Ja, dat moet eigenlijk wel, maar daar heb ik weinig tijd voor. Ik werk 40 uur bij Stiliaerts hier in Steenwijk. Ja. En mijn vrouw heeft het kapsalon in huis. Ik heb 2 kinderen die zitten op voetballen. Dus dat is 3 keer in de week trainen en zaterdags voetballen. Dus er blijft weinig tijd over om te trainen. Maar hoe komt het dan dat je dan toch zo goed bent? Ja, hoe kan dat? Ja, een beetje aanleg misschien. Ik weet het niet. Als je zo nu naar Lakeside aan vinden toe, dan train ik wel. Probeer ik wel elke dag een uurtje te trainen. S'avonds als de kids op bed liggen, maar voor de rest, nee. Maar goed, als je, ik fiets dan vrij veel en als je dan fietsen bent, dan doe je intervaltraining, dat soort dingen meer. Maar hoe train jij dan? Ja, je hebt een mooi systeempje, dan speel je tegen de computer en dan kun je een niveau instellen wat de computer speelt. Nou, en dat zet je een beetje op jouw niveau of iets moeilijker en dan de ene keer win je, de andere keer verlies je. Ja. Was je eerst volgende wedstrijden? De Lakeside. En wanneer begint dat? We hebben natuurlijk dit weekend in FC Oldenmarkt een lokaal toernooitje. Ja, dat is ook een wedstrijd. Ja, dat is meer voor de fun. En, Jawel, maar voor de fun, maar we verwachten wel veel van je natuurlijk. Ja. Nou, dat is geen prijsgeld, hè. Dus, Oh, dat betekent dat je dan... maar goed, voor de gezelligheid natuurlijk altijd. In Oldenmarkt, waar precies? Ja, bij de voetbalclub. Bij de voetbalclub, kijk eens aan. En de Lakeside, wanneer begint die? Die begint zaterdag 5 januari. En ik speel zondag 6 januari om 4 uur Engelse tijd. En dat is in Nederland, denk ik, moet ik even denken, 5 uur of 3 uur? Dat is een uurtje later. Een uurtje, dus 5 uur dus. Ja. Het is ook de volgende Eurosport dit jaar. Dus, Niet op de reguliere, of moeten mensen echt naar Eurosport toe? Of, ja, Eurosport, gewoon iedereen heeft Eurosport, neem ik aan. Ja, bijna iedereen. Dus, het is maar, gewoon eindelijk eens een keer weer niet op de livestream, maar gewoon tv. Kijk eens aan. Nou, we gaan zeker kijken, want laat heel eerlijk zijn, het komt niet vaak voor dat, hoewel, tenminste iemand in de omgeving van Steenwijk en Steenwijker, Wold, Oldenmarkt, noem het allemaal maar op, in ieder geval op televisie komt met darten. Ja, nee, dat klopt. Nee, daarom. Dus Van Dekken zullen ze niet vragen. Nee, want, ik speel hier ook geen competitie. Ik speel in Friesland competitie, omdat hier is weinig competitie voor mij. En, Dus dan moet je wat verder van huis zoeken. Daarom dus, goed. In ieder geval. Ik vind het hartstikke goed dat je inderdaad dat shirt ter beschikking hebt gesteld. Ja. Wat moet het eigenlijk opbrengen? Ja, geen idee, maar ik hoop dat het een mooi bedrag wordt voor de voedselbank. Ja. Benny, die veert ineens omhoog, zeg het. of had je al... Kijk eens, hij heeft hem zelfs bij hem. Ja, kijk eens even aan. Laat hem eens even... In ieder geval gaan we toch...